Suriname verstevigt de relatie met de Europese Unie. Minister Eldis Polak-Bigli van Buitenlandse Zaken heeft in het kader van de versteviging van de relatie met de Europese Unie op 11 maart 2020 ontmoetingen gehad met diverse deskundigen van de Europese Unie van de directoraten Handel en Gezondheid. In het gesprek gevoerd met Editha Erda, Managing Director voor de Amerika's bij de European External Action Service, is breedvoerig ingegaan op de relatie met Suriname. Behalve onderwerpen betreffende capaciteitsversterking, ACP-EU post-Cotonou onderhandelingen, kwam ook aan de orde de noodzaak voor een visumafschaffingsovereenkomst voor het Schengengebied. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. Today.